We hoeven niet perfect voor onszelf te zijn. We hoeven ook niet perfect daarmee voor anderen te zijn. Op het moment dat we dat realiseren, dat is een hele sterke groepskracht. Nou, die groepskracht wil ik iedereen laten ervaren. Ik ga eigenlijk altijd uit van het niet verwijtbare van het gedrag van de persoon. Dat heeft natuurlijk zijn grenzen. Maar gewoon 35% van alles wat we doen en laten, dat kent een intentie. Waarschijnlijk de beste bedoelingen. En als we daar met z'n allen achter willen komen, dan betekent dat eerst mildheid voor jezelf om je eigen oordeel los te durven laten. Muziek heeft de volgende plek in mijn presentatie. Ik ben muzikant en ik speel in een tweemansband en die heet De Jij Band. En het idee van deze band is dat we mensen uitnodigen en dat jij dat podium opstapt. Jeetje, dat is mijn versie van Let It Be van de Beatles of van Brabant van Guus Meeuwers. Ga ik gewoon doen. En op het moment dat anderen dat zien, zeggen ze, oh, mag dat ook, dan durf ik ook. Daar ga ik naartoe. Dat is de groepskracht die ik mensen mee wil geven. De kwaliteit van het leven zit hem niet zozeer in wat er gebeurt, maar de manier waarop je ermee omgaat. Leren omgaan met veranderingen, dat het begint met accepteren wie jij nu bent in deze specifieke situatie. En dan kun je altijd kiezen of je er wat aan gaat doen of dat je er niks aan gaat doen. Die keuze is aan jou. Mijn naam is Koen Jutte, ik ben veranderkundige en muzikant. En ik wil mensen meegeven dat verandering begint met mildheid voor jezelf.